Hallo en welkom bij een nieuwe videoles van Verbetta. En deze keer gaan we kijken naar de tweede opgave van de gemengde opdrachten uit het hoofdstuk vlakke meetkunde. De reden dat ik de gemengde opdracht dit keer pak is omdat ik die eigenlijk gewoon een stuk beter vind dan de diagnostische toets bij dit hoofdstuk. Maar goed, dan gaan we even kijken, want ik heb de opgave heb ik hier natuurlijk eerst gewoon in beeld gezet. En ja, dan kun je denken van, is dat nu handig? Nee, dat vind ik absoluut niet. Dus ik haal deze opgave nu ook gewoon uit jullie beeld weg. Zodat we hem hier nog een keer hebben staan. En we gaan kijken naar wat eigenschappen van verschillende figuren. Namelijk een parallelogram, een ruit, een rechthoek en een vierkant. En de eerste vraag is, zijn de overstaande zijden evenwijdig? Nou, dat is een heel mooie, maar eigenlijk bij elk figuur dat we hebben, elk figuur waar we het hier over gaan hebben, is dat het geval. Namelijk deze twee zijden, ik heb nu alle zijkanten even aangevinkt, die staan bij elk figuur evenwijdig aan elkaar. En ook alle figuren, als ik naar de bovenkanten kijk, die staan ook allemaal evenwijdig met elkaar. Dus dit is een geval van vier keer ja. Dan is de volgende vraag. Zijn de overstaande zijden ook gelijk? En met gelijk wordt bedoeld, zijn ze even lang? Nou, als we dat zouden gaan opmeten, en dit keer teken ik het er even niet in, maar dan kun je gaan zien dat deze zijde weer even lang is als die, deze is even lang als die, deze zijde is even lang als die, enzovoort, enzovoort. Eigenlijk bij al deze figuren is dit gewoon standaard het geval. Dus ook alle overstaande zijden zijn hetzelfde. Zijn dan de overstaande hoeken gelijk? Ja! Hoe fijn kun je het hebben? Namelijk, deze twee hoeken zijn gelijk. Deze twee hoeken zijn gelijk. In een rechthoek en in een vierkant zijn alle hoeken 90 graden. Dus de overstaande hoeken, als ik dus vanaf deze hoek naar de andere kant kijk, die zijn allemaal precies hetzelfde. Dus weer geen enkel verschil tussen dit allemaal. Maar nu, komen we op de eerste, namelijk lijnsymmetrie. En lijnsymmetrie kun je in van alles en nog wat vinden. Namelijk bij een rechthoek kun je deze twee lijnen trekken. Werkt perfect, want dat zijn gewoon twee lijnen waar je in kunt spiegelen. Pak je een vierkant, dan heb je niet 1, 2, maar dan heb je zelfs 3, 4 mogelijkheden. Dus deze twee zijn sowieso lijnsymmetrisch. Een ruit, omdat de diagonalen loodrecht op elkaar staan. Nou, dat is een beetje een giveaway, ik kan deze gelijk al aanvinken. Heb je dus ook lijnsymmetrie. Maar je hebt er maar twee. Heb je nu een parallelogram, dan heb je een probleem. Want als ik dit punt hier naartoe ga spiegelen, dan, ja, krijg ik dit figuur. Dan krijg ik een of andere geweldige vlieger. Maar ja, deze geweldige vlieger die ik hier heb, ja, daar heb ik niks aan. Besef ik me wel dat een vlieger, nee, dat gaan we even niet doen. Ik ga niet alle figuren noemen natuurlijk. Oké, gaan we verder. Dus lijnsymmetrie niet. Puntsymmetrie daarentegen, zet ik hier een punt neer. Vanaf dit punt naar dat punt is even ver. Vanaf dit punt naar dit punt hier is ook weer even ver. Vanaf boven naar onder ook even ver. Dus een parallelogram is gewoon puntsymmetrisch. Een vierkante ruit die ik hier heb getekend, van een vierkante ruit, en ruiten van alle zijden gelijkzijdig zijn, die is ook puntsymmetrisch. En deze twee, oeh, wacht even, mag dat? Ja, die zijn ook puntsymmetrisch. Alles is puntsymmetrisch. Nou, wat fijn. Dan gaan we weer verder kijken. Staan de diagonalen loodrecht op elkaar? Nou, bij een parallelogram, dat kun je hier eigenlijk al zien, is dat niet het geval.
Bij een rechthoek is dat wel het geval. Bij een vierkant is dat ook het geval. En bij de ruit die ik net had getekend, waarbij alle zijden even lang zijn, is dat ook het geval. Dan gaan we nog even verder. Delen die diagonalen elkaar loodrecht midden door. Ja, 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 ja. En delen de diagonalen.